Ik, papi Mikey Dinero, ga onderzoeken hoe pimpen er in de toekomst uit gaat zien. E-pimp verdient geld door modellen via verschillende platforms ofwel te verhandelen of met hun werk daar geld mee verdienen. Dus een e-pimp en een pooier zijn twee verschillende dingen. Ja, een pooier die beheert prostituees en dat is niet wat wij doen. Zou een e-pimp het redden op straat? Hell no. Nee, maar een tegenwoordige e-pimp die zit er lekker veilig bij mama thuis op een zolder. Heel mooi, schat. Waarom is het zo lastig om grenzen te stellen voor modellen? Vaak zijn het jongere meiden. En ik denk dat het voor hun moeilijk is omdat ze bang zijn om te falen. Hij begon ook filmpjes te vragen van mij. Had je dat aan iemand kunnen vertellen? Als 15-jarige dan durf je dat soort dingen gewoon niet te vertellen. Ben je er niet een soort van bang van dat mensen de lijpste shit op aanvraag gaan laten maken met AI? Het zijn altijd creeps, dus de technologie gaat waarschijnlijk wel misbruikt worden, ja. Bij hem was het natuurlijk hoe extremer, hoe beter. En ik zie dit ook gewoon steeds meer voorkomen. Het is een van de extreemste vormen van e-pimping, ja. Stream Papi en Pimps op NPO Start.